Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost zal verschillende plaatsen in Paramaribo schoonmaken. Dat zal gebeuren op zaterdag 18 september, wanneer wereldwijd de World Cleanup Day wordt herdacht. Op die dag werken gemeenschappen eraan om hun omgeving schoon te hebben. Districtscommissaris Ricardo Bolla zegt dat hij structuur wil brengen in dit project, zodat elk resort meehelpt aan een schoon milieu. Dat ik toch wil kijken of ik meer structuren, meer organen in kan zetten. Ik denk het uit te kristalliseren richting de resorten. Dat ook de resortsraadleden in hun specifieke resort een project initiëren. Maar ook de bestuursambtenaren in de 5 resorten, die ga ik ook aan het werk zetten om mee te doen, de handen uit de mouwen te steken. Maar natuurlijk als goed voorman, als captain, ga ik er natuurlijk ook bij zijn zelf. En ook ik zal mij met Chap en Hauer en Broeskotter het veld intrekken om op te ruimen. Want ik ben niet te groot om niet zelf het goede voorbeeld te geven. Dus inderdaad, het wordt een spektakel voor Suriname. Ik zal ook kijken als ik de andere districtscommissarissen ook kan motiveren om het op te pakken. Want natuurlijk, het probleem is niet alleen Paramaribo, maar ook alle andere districten waar dit probleem heel erg manifest is. En als we zeggen dat we van ons land houden, dan moeten we dat ook bewijzen. DC Bolla heeft graag dat de burgers hun troep zelf opruimen. Hij zegt dat door het gedrag van de dak- en thuislozen er ook veel afval op straat ligt. Hij roept een ieder op om zaterdag een steentje bij te dragen. De grote groep zwervers die de prullenbakken kapot maken en alle troep naast de prullenbak laten vallen. Dus het zijn niet altijd de gewone burgers, maar het zijn ook mensen die in de binnenstad zijn en dan op zoek gaan naar allerlei dingen om nog op te eten of te drinken. En dan gooien ze zo'n hele prullenbak leeg. Dus laten we de feiten ook zeggen zoals ze zijn, maar dat neemt niet weg dat we door moeten gaan met bewustwording, mensen motiveren. En als we het samen doen, hand in hand, dan denk ik wel dat we een stap in de goede richting zullen doen voor een schoon Suriname. Ik roep ook jongeren op, ik noem jongerenorganisaties op, ik noem verenigingen op. Ik ga mijn uiterste best doen, ik ga meerdere malen vanaf nu, na dit moment, in de media treden. Ik ga artikelen ook schrijven in de krant, ik ga mensen oproepen. Misschien ook religieuze organisaties. Hoe groter de groep, hoe meer awareness, hoe meer mensen deel willen zijn van de oplossing, hoe eerder het probleem opgelost is. Districtscommissaris Bolla vindt dat de schoonmaakactie van 18 september geen eenmalige gebeurtenis moet zijn. Als burgers van het land moeten we constant werken aan een schoon en gezond milieu.